Goedendag. We krijgen te maken met een zeer dynamische weerdag. Zeker later vandaag verwacht ik een aantal stevige regen- en onweersbuien. En misschien dat we vanavond ook dit soort mooie beelden kunnen schieten. Maar voor het zover is, is het eigenlijk best wel rustig weer. We hebben te maken met hoge en snel oplopende temperaturen. En daarbij regelmatig veel ruimte voor de zon. En vanuit de ruimte kunnen we het ook allemaal goed zien. We zien ten noorden van ons een band met bewolking liggen. Daar hadden we vannacht mee te maken. Dat is een warmtefront. En inmiddels liggen we dus in beduidend warmere lucht. Maar we zien ook een pluk met bewolking boven Frankrijk liggen. Dat is een koufront. En dat koufront komt snel onze kant op. En daar zullen een aantal stevige regen- en onweersbuien tot ontwikkeling kunnen komen. Op de radarbeelden zien we het ook al goed weergegeven. Een pluk met regen ligt nog ten noorden van ons. Dat is dat warmtefront. Dan komen we uiteindelijk in een gebied met rustig en warm weer. En uiteindelijk zien we dat koufront al boven Frankrijk onze kant op komen. Dat zijn een aantal stevige regen- en onweersbuien. En daar krijgen we dus later mee te maken. En als we ook aan het eind van de middag kijken naar het Duitse ICO-model, kunnen we het ook allemaal goed in detail al zien. We zien rode en oranje kleuren. Dat is de temperatuur. Hele hoge waarden. In het oosten van het land regionaal zelfs tropisch. En we zien dus die buien onze kant op komen. En als de boel in beweging zet, zien we die buien vanavond snel over het land trekken. Er zullen een aantal felle buien zijn met ook hagel, onweer, windstoten van lokaal zelfs 100 km per uur. En eigenlijk lijkt heel het land daar wel mee te maken te krijgen. In dit model ligt de focus wel wat meer op het midden en oosten van het land. Maar er zijn dus ook mooie weermodellen die het wat meer richting de Randstad berekenen. Bijvoorbeeld het KNMI-model Harmonie. En vanavond zien we die buien uiteindelijk boven Duitsland liggen en is het in de nacht overal alweer rustig en aardig afgekoeld. Maar voor die tijd hebben we dus eerst nog te maken met hele hoge temperaturen. Zeker in het verre binnenland regionaal tropische waarden van 30 of 31 graden. Aan de kust iets minder hoge temperaturen. En zeker in het binnenland veel ruimte voor de zon en daarbij een meest matige wind uit het oosten. Maar vanavond komen die buien dus er snel in. Via Zeeland en Brabant trekken ze naar het noorden toe. En dan kan het dus even tot lokaal noodweer komen. Windstoten zijn er bij mij mogelijk van 100 km per uur. En het KNMI heeft daar ook eens een code oranje voor uitgegeven. En als we wat meer in detail naar kijken, zien we dat de eerste buien zo rond etenstijd Zeeland en het westen van Brabant aandoen. En dat ze dan vrij vlot richting het noorden trekken. Halverwege de avond heeft zo'n beetje het midden van het land met die buien te maken. En uiteindelijk richting middernacht trekken de buien dan weer het land uit via Groningen. En zoals ik al zei, waarschijnlijk krijgt heel wat land met die buien te maken. De focus in ICON ligt wat meer op het oosten en midden. Maar er zijn dus ook modellen die het wat meer over de Randstad laten trekken. En daarom is er dus ook een code oranje voor heel wat land van kracht. Komende nacht trekken die buien dus uiteindelijk helemaal weg. Wordt het rustiger en komt de temperatuur overal weer onder de 20 graden terecht. Ik verwacht dan ook dat het allemaal wel wat rustiger gaat worden in de nacht. En morgenochtend is dan ook eerst droog met ruimte voor de zon. In de loop van de dag zullen wel weer wat buien ontstaan. Opnieuw weer kans op wat onweer. Maar ik verwacht dat die buien echt veel minder heftig zullen zijn dan we later vandaag zullen zien. Er staat dus wel een onweersymbool in, maar ik verwacht dus echt niet die heftige buien van vandaag. Temperaturen graad of 21 aan de kust tot 24 lokaal. Misschien nog 25 graden in het oosten of zuidoosten van het land. Eigenlijk een heel stuk beter dan vandaag. Het enige nadeel is wel de wind. De zuidwestenwind trekt behoorlijk aan. Kracht 5 of zelfs even 6 aan de kust. En in het binnenland een meest matige wind. En als we naar de rest van de week kijken, dan zien we eigenlijk temperaturen die ja, toch wel vrij gematigd zijn. Elke dag zo rond de 20 graden. En daarbij ook eens af en toe een bui. Misschien dat we volgende week met wat hogere temperaturen te maken gaan krijgen. En daarbij ook misschien iets rustiger weer. Ik wens u een fijne dag.